Bent u blij dat de stukken uiteindelijk openbaar zijn gemaakt? Naar lang zeiken, zeg maar. Nou ja, alles wat openbaar is, is natuurlijk goed. Maar nu blijkt alweer dat, je vraagt je dan altijd af, waarom hebben we dat niet eerder gehad? Hè? Eerder was het verhaal van, er zijn geen extra stukken, er is niets. Nu ligt er ongeveer een halve meter stukken op mijn bureau. En ongeveer op iedere 10 pagina's die je omslaat, staat er wel iets waarvan je denkt van, hoe is het hemelsnaam mogelijk? Heeft u het nog niet eens helemaal gelezen? Nee, ik heb het nog helemaal niet gelezen. Ik heb het vooral voor een hardwerkende collega van u van RTL, die stukken via een WOP-procedure al een tijdje bestudeert en volgens mij de hele nacht heeft doorgewerkt. Hij heeft al wat dingen gevonden van ik denk van hoe is dat nou in hemelsnaam mogelijk dat dat nou ook nog een keer gebeurt. Moet je zich voorstellen wat we allemaal weten, bemoeienis ambtelijk ermee. Ze hebben meegeschreven en meegekeken met het requisitor, ze hebben argumenten gegeven. Nu blijkt weer dat ze opnieuw zich ermee hebben bemoeid, dat ze hebben gemoeid met het feit dat of het geanceneerd zou zijn, voorbereid zou zijn. Die speech van mij, maar ook dat het in de ministerraad bijvoorbeeld zou zijn besproken. Dat een hoge ambtenaar van AZ tegen de ambtenaren van justitie zei, nou Mark verwacht morgen wel dat je even verslag doet hoe kansrijk, hè? Kansrijk dat klinkt een zekere wensdenken uit, hoe kansrijk de vervolging van Wilders is. We hebben ook gezien dat het justitie in die stukken had besloten om een WOP-procedure stukken vrij te geven. Dat zou nog gaan om een concept ambtsbericht over mijn vervolging. En dat heeft minister Van der Steur, een voorganger van de huidige minister, tegengehouden. Wat nou als ik die stukken had gehad voordat ik veroordeeld was? Misschien was er dan helemaal geen veroordeling gekomen. Nogmaals, in Biafra doen ze het beter. Het land bestaat geloof ik niet meer. Maar het is met geen pen te beschrijven wat hier gebeurt. Bevestigt nu wel eindelijk met feiten zeg maar, wat u al lang vermoedt? Ja, en dan heb ik nog alleen maar van die 4500 of 450 stukken, heb ik nog alleen maar 10 pagina's gelezen en één column van een collega van u. Wie weet wat we nog allemaal meer tegenkomen. Nogmaals, we hebben het gistermiddag pas gekregen. Maar vol vertrouwen denk ik ziet u het nou tegemoet allemaal. Ja, nogmaals, wat hier duidelijk uit blijkt is dat er gewoon totale politieke en ambtelijke machinaties waren om mijzelf en waarschijnlijk ook de PVV kopje onder te duwen. Ik weet niet of dat voorbij is. Het wordt wel steeds moeilijker natuurlijk, want iedereen ziet nu wat er is gebeurd. Maar wie zegt dat die intenties er niet meer zijn? Dus we zullen moeten zien, tot nu toe is het OM niet echt gelegen. Je zal toch zien, ook als het Openbaar Ministerie zoiets ziet en zoiets leest, dat ze ook zeggen, nou met schamer op de kaken wat hier is gebeurd, dit kan niet doorgaan. Dat zou je verwachten van een onafhankelijk OM. Maar nee, ze gaan waarschijnlijk gewoon door. Dus ik moet maar blijven gokken met al die informatie, goed lezen in plaats van met kamerdebatten bezig zijn. Dadelijk allemaal stukken weer gaan lezen, bespreken met mijn advocaat, weken mee bezig zijn. En maar hopen dat de conclusie uiteindelijk is dat het niet doorgaat. En dan heb ik nog wel, ik heb het al een keer eerder gezegd, wel een appeltje te schillen. Politiek, maar ook juridisch met al die hoofdrolspelers die mij dit de afgelopen 10 jaar hebben aangedaan.